Het begon vanmorgen hevig te sneeuwen in West-Vlaanderen en de buien kwamen daarna over Oost-Vlaanderen naar het centrum van het land. Vooral vanuit Gent naar Brussel was het lang aanschuiven. We zijn 3 uur op voorhand vertrokken, dus dat zou moeten lukken. Voor een afstand waar je maar 40 minuten mocht overdoen, zou het toch voldoende moeten zijn. Vanmorgen kwamen er ook nog 2 ongevallen bij in de richting van Antwerpen en in de richting van Brussel. We hebben 2 ongevallen gehad op strategische plaatsen, de slechtste denkbare plaats eigenlijk. Eentje op de E313 in Wommelgem, net voor de aansluiting met de Antwerpse ring. En eentje op de E19 in Machelen, net voor de aansluiting met de Brusselse ring. Die 2 ongevallen hebben voor monsterfiles gezorgd. Ik werk nogal veel met vrijwilligers, dus in het weekend komen veel mails binnen. Ik had graag die mails al verwerkt tegen nu, dus dat zal nu meteen beginnen. Dus het zal iets sneller werken worden, maar zo hoort het. In totaal was er meer dan 300 kilometer file. Geen record, maar toch uitzonderlijk.